Maar het kan nog steeds. Wel leuk. Oh, broer, het kan nog steeds. Oh ja, dat je dat zo... soort uiteenlopende games zeg maar van een studio. Die ja. echt nieuwe dingen probeert. En waarschijnlijk is het zijn er drie paardenkoppen en een hondenkop. Hoe noem je dat? Hoe is dat die uitspraak? Wat? Paardenkoppen en een zak aardappelen. Ja, precies. En aan mensen. Dus je luistert en slash kijkt naar Vets Power Praat. Tjeerd, die kon er de last minute niet bij zijn. Dus daarom moeten jullie met mij doen. En je weet wat dat betekent. Kort maar krachtig. Zijn we lekker snel klaar. Jezus. Okay. Ik weet niet of ik zo kort van stof kan zijn trouwens. Ik zou mijn best doen. Volgens mij ben jij altijd de schuldige waarom je zo sowieso. Lang is. Ja. Ja, wij zijn meestal een half uurtje bezig. Maar Wouter nog een uur. Dus dan komen we op andere. Ik heb hier gewoon die knop hieronder zitten. Dus ik draai gewoon weg. Oh, wacht. Misschien is zo'n muziekje. Ik rijd door de tunnel. Bij de Oscars heb je toch zo'n muziekje ook? Zo'n opschiet. Dat was geworden. Jee, dat gaat niet moeten we hebben. Oké, nou. Dat is echt een leuke. En dan regel dat. Ja. Zitten er weer lekker in. Hoe is het, jongens? Ja, prima. Goed weekje gehad. Jij ook? Ja. Ja, best. Nou, ik ben hartstikke blij. Ik heb gisteravond de Mario-film gezien. Hey! Ik was niet samen met Wouter naar de première. Ik was samen met mijn zoontje. Het was leuk om hem een keer mee te kunnen nemen naar zoiets. Hij keek zijn ogen uit. Hij snapte sowieso het concept niet dat alles gratis was. Dus lag een goodiebag op de stoel met allemaal eten erin van... Is dit gratis? Het is allemaal gratis. Ja, vet. Dus hij komt thuis bij zijn mama. Alles was gratis. Ja, ik had ook een vriend van me meegenomen, Jurjen. En die was ook van tevoren snoepjes aan het kopen. Ik zei, dat is niet nodig. Hij zei, weet je het zeker? Ik zeg, nou, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hoef jij niet. En toen kwamen we daar in de zaal. En het was echt een zak vol met... Oreo's en winegums. Ik heb nog nooit nice. Zoveel eten in één zak gezien. Nee, dat was echt... En ook nog een pest dispenser. En daar was ik wel echt blij mee. Ja, welke heb je? Van Mario Luigi. Ook? Van Luigi. Ah, vet. Ja. Leuk. En mijn vriendin had er even van Mario. Cool. Ja. Dat was een leuke avond. Maar de film zelf dan? Ik bedoel, leuk dat je eten kreeg. Maar hoe was de film? Ik heb de Nederlandse versie gezien. Oh, oké. Okay, dus kleine disclaimer. Mm-hmm. En ik heb 1,5 uur, 1:32 heb ik keihard zitten te genieten. Okay. Ook de Nederlandse versie. Okay. De Engelse versie is Bowser. Ik vind Bowser echt wel de showstealer. En die wordt natuurlijk ingesproken door Jack Black. Yep. Ook in die Nederlandse versie, je ziet gewoon, oké, Bowser is eigenlijk gewoon Jack Black. Mm. Maar ook de Nederlandse versie is gewoon goed pruimen. Op een gegeven moment zit een pianonummer in. Dat komt in de Nederlandse versie niet helemaal goed over, maar voor de rest... Ik heb echt zitten te genieten. Cool. Ja. Ze hebben niet gekozen voor de Jim Buckums en dat soort dingen. Niet voor de bekende namen, maar gewoon goede voice acting. Oh ja, dat is wel verstandig. En dat hebben ze gewoon echt heel goed gedaan. En die film zelf, ja, wat ik ervan vond. Het was echt een sneltreinvaart. Een soort van bulldozer die van nostalgie die over je heen dendert. Ze nemen geen moment rust. Nee. Het gaat echt in een gigantisch hoog tempo. Grap na grap en Easter egg naar verwijzing. Nice. Het gaat maar door en ik heb echt zitten te genieten. Cool. Wat ik vooral knap vond, was dat ze hoeveel Easter eggs in de muziek hebben gestopt. Ik vond de muziek echt fenomenaal op een of andere manier. Het viel me ook echt super positief op. Normaal gesproken is muziek een beetje... Als het echt goede muziek is in een film, dan is het op de achtergrond. En dan besef dan je pas, het inderdaad van wat je ziet of zo. Maar... Ja, dan besef je meestal pas naar de tweede keer kijken van... Wow, die muziek is echt goed. Maar hier had ik meteen zoiets van... Wow, er zit zoveel herkenbaar Easter eggs in de muziek alleen al. Van als ze onder water gingen, dan kreeg je die onder water tune. En als, weet ik veel, in het duister... En ik kreeg je Luigi's Mansion zijn muziekje... Omdat je in duister bos was met Luigi en... En ook nog een paar echte bangers, weet je, van die jaren 80 knallers. Maar Holding Out for a Hero is nu wel een beetje klaar, toch? Die... Hoeveel films kun je maken met dat nummer? Ik ga nog steeds goed op dat nummer. Ja, ik ook. Het is episch. Ja. Maar toen was ik, oké, dan gaan we weer. Het is wel inderdaad een beetje een heel erg hard cliché aan het worden. Maar ik vond het echt super... En, wat je zegt, inderdaad, Bowser was echt Jack Black. En hij was wel een van de outstanding performances van die hele film, Jack Black. Hij was echt... hij mag ook een muziekje doen. Peaches, peaches, peaches. Oh, ja. Oké, dat kan die wel natuurlijk. En voor de rest, sowieso die hele cast. Ik vond ook wel dat Chris Pratt echt wel een stemmetje opzette. Die was niet gewoon zijn normale Peter Quill. Die was gewoon echt wel... Doet hij een beetje de Mario? Nou, het begint sowieso... vanwege de reclame die je misschien al gezien hebt. Die Mario reclame. Mm-hmm. Maar hij doet ook wel echt zijn best om niet gewoon een doodnormale witte gast te zijn. En we hebben de hele fucking familie van Mario. Ja, dat was leuk, man.
Dat is echt een hele goede scène. Ja, en dat had ik echt niet verwacht. Zo van, oké, dit is Mario's vader en moeder en oom en al die lui. Really? Ja. Hmm. En dat was, het hele familie-element is ook wel belangrijk. Nou, niet dat ze er heel veel tijd voor namen, want inderdaad, die film ging als een fucking malle. Ja. Het is ook wel wat je gewend bent van die Illumination animatiefilms wat dat betreft. Maar het was het familie-element en vooral het broer-element tussen Mario en Luigi is wel zeg maar een beetje de hart. Of tenminste, dat hebben ze geprobeerd. Ja. En ik vond het fucking cute. Ik heb ook echt gelachen om Seth Rogen als Donkey Kong. Die deed gewoon zijn eigen lachje. Weet je, ja, aan, precies. Ja. Deed helemaal niet zijn best. Hij klinkt sowieso als Donkey, inderdaad. Ja. Deed helemaal niet zijn best om een ander personage te zijn of een andere stem op te zetten. Maar dat werkt gewoon voor Donkey Kong. En de Mario Kart elementen ervan. Dat was genieten, man. Ja. Op een gegeven moment, we willen niet te veel gaan zeggen. Je moet gewoon gaan kijken. Maar ook al weet je het wel. Het is gewoon. Je hebt Mario Kart gespeeld. Op een gegeven moment kom je in dat wagentjes select scherm, zeg maar. Ja, ook dat zit erin. Dus je zegt gewoon. het is gewoon perfect. Ja, dus je merkt aan alles dat Nintendo gewoon op hun vingers heeft gekeken. En mee heeft geloerd. Miyamoto heeft zich hiermee bemoeid. Het klopt gewoon. Ja. En het grappige is, want ik heb dit weekend heb ik ook de Dungeons & Dragons film gekeken. Dus voor mij was het echt twee films achter elkaar die propvol met referenties zitten. Mm-hmm. En die ik ook allemaal, in Dungeons & Dragons iets minder dan in Mario, denk ik. Maar en ze werkten allebei op een andere manier, op dezelfde manier of zo. Zo echt zo van, oh, dit ken ik, oh, dat ken ik, oh, yeah, yeah, yeah. En dan word je helemaal blij van. En als je dat niet hebt... Zou het vast nog wel een leuke film zijn. Maar ja, dat gaat voor onze luisteraars sowieso niet op. Want iedereen heeft iedereen al iets kent. Ja, precies. Ja. Iedereen kent dat toch. Maar als we dan kijken naar de recensies van deze film. Er zitten aardig wat zure recensies is dat zo? Ja. Ja. Oh. Hij scoort ook gemiddeld op Rotten Tomatoes. Het staat niet heel hoog. Echt 50 of zo. Ik weet niet meer precies hoor. Maar het, Ik heb er niet naar gekeken. Nee, maar waar mensen dan over vallen is het verhaal. Ja, dat denk ik ook van. Come on, man. Maar de film doet ook totaal niet zijn best om zeg maar de wereld van Mario logischer te maken dan wat het is. Weet je, dat doet het helemaal geen poging om zeg maar het grounded in reality te maken of zo. Maar dat is ook helemaal niet nodig, want het is een animatiefilm. En dan krijg je zo'n kutfilm als 30 jaar geleden, waarin, ik snapte sowieso niet hoe die film werkte, maar dat was wel een poging om het iets realistischer te maken, door een live-action film van te maken met, criminelen en dinosaurus of zo. Ja, dat slaat ik nergens op. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus waarom hier inderdaad, het zat totaal niet logisch in elkaar qua... Ja, maar dat is het hele ding van Mario. Mario had geen verhaal. De prinses is... Ja, ik wilde net zeggen, dat is toch elke game hetzelfde. Ja. 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 Hoezo verhaal? En dit keer was de prinses niet ontvoerd. Nee. Dat was sowieso... Nog origineel verhaal ook. Ja, dat is. En sowieso was fucking Peach was trouwens badass. Die had echt de tofste actiescènes van iedereen. Die was gewoon de action hero van de film. Die ging echt los. Okay. Heel cool. Erg leuk film. Ik snap ook niet dat je... Ja, je kan... Natuurlijk kan je zeiken op van... Het plot is niet heel boeiend. En voor de tweede keer kijken... Is dat misschien ook wel een probleem of zo. Maar ik denk eigenlijk ook niet. Het is gewoon een leuke ride. Ja, precies. Het is een Mario film. Kom op. Ja, maar het is echt... Ik ga hem sowieso nog een keer kijken. Want ik moet. Want ik was nu met mijn oudste kiddo gegaan. Die jongste wilde ook. Maar natuurlijk. Het was best wel laat. Het begon pas om 8:00. Dus die kon ik niet meenemen. Maar dit kan je wel meerdere keren kijken. Want er zitten zoveel kleine referenties in. Ik denk dat dit juist leuk is om die kleine dingetjes nog kan te zien. Kan je nog iets meer opletten inderdaad. Ja, en ik wil hem nog een keer sowieso nog een keer in het Engels kijken. Dus dat. Ja, dat zou ik zeker doen inderdaad. Want die, ik bedoel, er waren van alle performances... Ik vond iedereen een soort van goed uitgekozen. Misschien als je It's Always Sunny in Philadelphia hebt gekeken... Dat je die dude die Luigi speelt... dat je die iets te herkenbaar vindt als zijn er die dude van... Maar voor de rest, ik vond iedereen echt... Behalve Cranky Kong. Dat was Fred Armisen. En die vond ik niet helemaal goed uit de verf komen. Die was niet echt dat je denkt van... Wow, daar doe je iets bijzonders mee. En hij klonk ook niet echt cranky wat dat betreft. Maar dat is ook maar een naam eigenlijk. Maar hij is toch wel cranky. Cranky Kong is toch gewoon een zagranige oude aap. Ja. Ja, dat kwam niet helemaal over. Nee. En voor de rest, ik vond Crash Pratt oprecht heel goed als Mario. Ik heb me er geen moment aan gestoord. En die Spark of Hope? Die was fantastisch. Holy shit. Oh, ik dacht dat het een Loomba was. Ja, wat is het? Dat was een dat snap ik kinderen natuurlijk totaal niet. Dat was een sterretje, zo'n Loomba volgens mij. En die had een soort van existential dread. Die was gewoon alleen maar
super deprimerende dingen aan het zeggen, terwijl hij heel vrolijk was. We gaan allemaal dood. Ja. En, oh, eindelijk, het einde is nabij. Ja, die ging er helemaal voor liggen om dood te gaan, ja. Okay. Die was echt hilarisch. Ik krijg genoeg spoilers. Ja, ja, precies. Het is wel een beetje, het begint nu gevaarlijk te worden. Maar ja, ja. Het is ook niet een game of een film die je makkelijk kunt spoilen, want het is allemaal gewoon... Ja, het valt niet te spoilen, want nee. Het verhaal is gewoon... Het is ja, Mario, ja, Mario verhaal. Ja, je kunt inderdaad characters kun je spoilen. Zo van, ah, er zit een Luma in. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Maar alle personages zitten erin. Ze trekken het hele blik open. Ja, ik heb geen, ik heb wel een paar niet gezien. Maar dat zou ik dan ook maar niet zeggen. Want dat is een soort van anti-spoiler. Dat is ook een spoiler natuurlijk. Ja. 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 Je moet nee, dat kan ik wel zeggen. Je moet Wario in ieder geval niet verwachten. Die hebben ze voor de sequel bewaard. Ja. Oké. Okay. Is het al tijd voor de comments van de week? Ja hoor, bij deze. Ja, ja, ze hebben dan een liedje? Nee, daar is die. Dat is echt... Hey. En ook onmiddellijk ook. Ja. Wel fijn dat je er nog een beetje bij is. Ja, is mooi hoor. Comments van de week. Dit zijn de comments van de week. Die laatste is mooi. Ja, ja. Goeie plaat. De eerste is van Jip Weijers. Hallo Wouter, Tjeerd en Florian. Hallo daar. Nog bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag over de Steam Deck een tijdje terug. Hmm. Tussen haakjes of het een geschikte handheld is voor PC-noobs. Ik heb er inmiddels één en ben er blij mee. Nu heb ik nog wat andere dingen te vragen / zeggen over de PSVR 2. Hmm. Als eerste vraag of je er net als met de eerste PSVR ook 3D Blu-rays mee kunt kijken. Nee. Nou, ik vond het leuk dat het bij de eerste, maar de resolutie vond ik echt niet zo best. En ik moest denken, denk ik wel 400 keer de optiesknop ingedrukt houden tijdens de film om het beeld weer te centreren. Oh, ja. Nou. Ja. Nee, het zit er niet in helaas. Er is inderdaad een hoop gezeur over. Het is raar dat het er niet in zit. Want het is gewoon een Blu-ray speler natuurlijk. Mm-hmm. Maar hij speelt geen 3D Blu-rays af, which is ridiculous. Ja. En in vooral natuurlijk maar, in maar, die hoezo PlayStation 5 überhaupt niet? Nee. Oh. En PlayStation VR is natuurlijk een fantastische 3D-bril, om het maar zo te zeggen. Dus het zou fantastisch werken. En het werkt ook fantastisch op PlayStation VR 1. Het zit er niet in. Ik weet niet waarom. Is het een updateje, denk je? Dat kan een updateje zijn, zeker. Ja. Maar ook andere dingen bijvoorbeeld. Je kan ook geen YouTube kijken in 3D. Oh. Dus Sony die heeft zich vooral gefocust op games. En niet zozeer op andere dingen die je ook kan doen met de PlayStation VR. Maar nu kwam het afgelopen week natuurlijk wel het bericht naar buiten dat de PlayStation VR niet een heel groot succes is. Zeggen ze, ja. 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 Dat zat ook wel een beetje dik in, toch? Sure. Ik bedoel, dat ding kost €600. Ik had ook niet verwacht dat die echt als warme broodjes over de toonbank zou vliegen. Ja, maar dat is natuurlijk wel problematisch. Want straks wordt er geen software meer voor gemaakt. Sure. Dat ontwikkelaars gewoon niet uit de kosten en dat kip en ei gebeuren, daar blijven we in, inderdaad. Ja. En de enige die dat kan doorbreken is Sony zelf. Door goede software te maken of dat ding goedkoper te maken? Nee, door goede software te maken. Door al naar zijn first-party studios te gaan en gewoon te zeggen, VR-games. Nu. En wel nu. Maken. Ja, en niet alleen die eerste wave alle ontwikkelaars erop zetten, maar precies. Ook nog maar een wave. Ik heb ergens wel goede hoop, omdat bij PlayStation VR 1, als je zeg maar een normale game dan overzette naar VR, dat zag er niet uit. Omdat die oude PlayStation VR 1 was zo'n groot verschil met de graphics van PlayStation 4. Ja. Maar inmiddels, die PlayStation VR 2 is best wel vet. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Resident Evil 8, weet je, dat ziet er fantastisch uit op je scherm. Maar ook in VR is het heel erg tof. Yeah. Dus ik hoop dat er meer van dat soort games komen. Gewoon grote AAA games die gewoon lekker op je tv te spelen zijn. Maar ook in VR. En dat het dan ook gewoon goed is. Ja. Dus laten we daarop hopen. Oké, okay. Dan gaan we daar een beetje vanuit. De volgende is van Vincent O. Dat de remakes het beste genre aan het worden zijn, zegt in mijn humble boat wel een hoop over het gebrek aan creativiteit in de huidige game-industrie. Hmm. In ieder geval wat betreft de grotere titels. De tijd dat je aan het eind van het jaar 2 handenvol klappers kreeg en dan niet de zoveelste verzameling sequels en over de rest van het jaar verspreid nog een paar goede titels, ligt helaas ver achter ons. Mark Kokko. Oh, nee, dit was Vincent O. Sorry. Ja, ik vind dat ik vind dat je dan ergens anders moet gaan kijken. Je moet inderdaad niet meer naar de AAA titels kijken voor de grote verrassingen in de originele games. Je moet gewoon naar de indies kijken. Je moet naar de Annapurna's en naar de, Revolver dinges? Revolver Digital? Devolver. Ja. Daar moet je gaan kijken. En daar zitten echt nog steeds super originele games tussen die echt de meest gekke dingen doen. In die, dat zijn niet de allergrootste titels en dat zijn niet open wereld games van waar je 100 uur in kan stoppen. Maar dat zijn nog steeds super
fijne gamepiece. Zeker. Het probleem is ook gewoon een beetje dat grote AAA-games zijn tegenwoordig zo gruwelijk duur om te maken. Precies, daar ga je niet meer risico mee. Er wordt gewoon geen risico mee genomen inderdaad. Dat is dat. Ja. En dus komen er allemaal deeltjes 2 of remakes, remasters. Maar daarover gesproken, ik heb de laatste tijd best wel veel uren in Hogwarts Legacy. En ik wil niet zeggen dat dat een super originele game is, maar het is in ieder geval niet een deel 2. Het is in ieder geval niet een sequel. Maar het is wel een gigantische franchise. Ja, dat precies. Wel op zich een safe bet is. Ja. Dat is inderdaad nog steeds een safe bet, maar het voelt nog steeds wel... Het is een wereld waar ik in ieder geval niet op deze manier nog in rondgedold heb. En het is, voelt klopt. Wel fris wat dat betreft. Ja. En ook qua puzzels en dergelijke. Het is allemaal net even wat anders dan wat je gewend bent. Het is nog steeds heel erg open wereld met overal collectibles. Ja, het hele concept is heel herkenbaar natuurlijk. Ja. Het is alleen in een wereld die we nog niet echt precies virtueel hebben ontdekt. Zeg maar. Ja, het is niet de meest originele game die er bestaat. Ik ben nu letterlijk aan het zorgen dat ik meer plek heb in mijn inventory. En dan heb ik zoiets van, dit is echt eigenlijk... Wat is die game eigenlijk met me aan het doen? Ik ben echt mijn time aan het wasten, want... Waarom is mijn inventory vanaf het begin niet groot? Ja. Tover een extra jute zak of zo waar je alles in stopt. Ja, met helemaal deze wereld. Hoezo? Ja. Je kunt letterlijk een tas hebben waar je oneindige shit in kan stoppen. Klopt, en dus moet je een beetje gek, inderdaad. Merlin trials doen. Om je. Maar goed, uiteindelijk vind ik hem nog steeds leuk. Dus dat maakt allemaal niet zoveel verschil. Maar inderdaad, als het op grote titels aankomt, dan... Het is allemaal veilig. Ik heb wel... ik weet niet of ik dat al mag zeggen. Er komt wel, je hebt wel weer een titeltje her en der waarvan ik denk, misschien, het is niet een triple A game, maar Immortals of Aveum. Immortals of Aveum. Aveum, denk ik dat je het uitspreekt. Aveum, Dat is wel weer een nieuwe franchise. En daar, dat is waarschijnlijk een dubbele A titel zijn. En ja, ze hadden laatst nog die titel, die Monster Hunter-achtige game van ze? Hoe heette dat ook alweer? Wild Hearts. Ja. Mm. Oh ja. Het is ook wel een soort van... Ja, ze doen wel een beetje weer voorzichtige uitstapjes naar nieuwe franchises. En sowieso maakt EA zich daar... Vroeger maakte hij zich veel meer schuldig. Die deed dat eigenlijk veel meer. Die kwam opeens met Dead Space en toen kwamen ze met Dante's Inferno. En toen dacht ik van, wauw, EA, lekker bezig. En dan gaan ze weer jaren, 10 jaar lang, gaan ze weer alleen maar stomme sequels uitpompen in Sims games. En nu zijn ze weer een beetje voorzichtig nieuwe dingen aan het doen. Uiteindelijk moet je het vooral hebben van de sequels. En dat is ook waar je de meeste hype voor hebt, meestal toch? Ja, omdat je een beetje soort van weet wat je kan verwachten. Maar dan hopelijk nog veel vetter. Ja, hoe vaak heb je nou echt superveel hype voor een game, een nieuwe game die... Ja, dat gebeurt ook wel. Ja, als je weet wie de ontwikkelaar is. Ik had bijvoorbeeld van Midnight Suns, had ik een heel veel hype. Maar dat was letterlijk, ik weet wie de ontwikkelaar is en precies, het is van Marvel. Als Naughty Dog een nieuwe ding aankondigt, maakt niet uit wat het is, ben je hyped. Ja. Ik ben hyped. Ja, precies. Misschien moet ik het zo zeggen. Oké. <Okay. laughs> Marcoco. Zou ik de nieuwe Mario veel meer in het Nederlands of het Engels kijken? Nou. Ja, dat kan jij. Martin, die vond het leuk. Het ligt een beetje aan met wie je gaat natuurlijk. Hè? Ja. Als je allemaal boven een bepaalde leeftijd bent, dan kan je prima Engels verstaan, lijkt mij. Dan zou ik gewoon lekker voor het Engels gaan. Maar als je gaat met kids, dan lekker voor de Nederlands versie. Prima te pruimen. Ja, cool. Ja. Next Gen Donkey. Deze is voor Wouter. Speel Village op de VR 2, maar eens helemaal uit en dan geef je hem wel een Gold Award. De immersie in VR is zo intens. Heb op bepaalde punten het geluid van mijn hoofdtelefoon uitgezet en mijn ogen bijna helemaal dichtgeknepen. Ja. Vooral op het punt in House Benefiento. Ja, precies. Ja, als dat snap alles ineens donker wordt en je door die donkere gangen loopt richting de put waar je naar beneden moet. Je bent letterlijk onderdeel van het spel en loopt in dat huis. Dat maakt het zo realistisch en eng. Zo knap gemaakt. Ik sta ervan te kijken dat er zo weinig aandacht is voor die versie. Ja. Maar, volgens mij is er geen weinig aandacht voor. Ik bedoel, iedereen die VR speelt die game. En die vindt het ook echt fucking fantastisch en terecht. En dat is een beetje wat ik zei inderdaad. Want dit is gewoon eigenlijk een beeldscherm game die fantastisch is overgezet naar VR. Mm-hmm. En ik heb het ook geprobeerd. En ook ik moet echt zeggen, na een paar uurtjes, ik ga gewoon niet verder spelen. I'm done. Ja. En het is too much voor me gewoon. En op een beeldscherm kan ik er nog wel doorheen. Maar ik vraag me af in hoeverre dat bij mij zo gaat. Want ik heb die game natuurlijk meerdere keer uitgespeeld. Dus dat is jammer. Dus jij weet wat er komt. Ik heb die game nooit gespeeld. Oh, op monitor. Echt? Precies. Dus ik speel hem voor het eerst in VR. Het is echt niet te doen.
Het is niet te doen. Nee, dan is het. Maar ik kan ik weet inderdaad wat ik kan verwachten van het House of Beneficio. Ja. Ik weet niet hoe het heet. Beneviento. Beneviento. Ik weet precies wat er gaat gebeuren, weet je. En ik, maar dan nog steeds lijkt me best wel creepy, omdat je er nu helemaal in zit. Ja. Ja, het is, ben je daar al of niet? Ja, ja. Ik ben ja. Ja. Dus dat is wel. En dat zei ik al tegen vorige keer. Dat gaat het grootste probleem worden. En dat is mijn eindpunt van de game. Ja, dat is letterlijk. Snap ik. Nee, ik kap ermee. Dat gedeelte van de game is echt perfect voor VR. Mm. Ja. Alleen daarna is het in die grote factory, dat is veel minder horror. Dat is gewoon meer actie. Ja. En dan moet je nog tegen die lelijke vis dude vechten. Het is ook niet bepaald een als je hier doorheen komt, dan is het vanaf daar wel smooth sailing, denk ik. Denk het ook wel, ja. Okay. Ja. Ik vond het heel wat dat ik voorbij Lady Dimitrescu kwam. Maar echt verschrikkelijk vond ik het. Ja? Dat was scary? Dat zij achter je aan zat? Ja. Oh ja, dat kan me voorstellen. Echt holy shit. Ik vond het dat juist gevoel, gewoon in de normale versie zonder VR vond ik dat best wel te makkelijk eigenlijk. Mm. Omdat je kan er vrij makkelijk voor weg lopen en eromheen lopen. Okay. Ik vond het niet heel erg scary. Ik vond het in Resident Evil 7. Oh ja, met Jack Baker. Ja. Die vond ik meer scary. Maar in VR, zij is zo imposant. Ja. Holy shit. Ja, je kijkt natuurlijk zo naar haar. Ja. Pas dan merk je hoe groot zij is. Het is bizar. Maar inderdaad, Resident Evil 7 met Jack Baker, die gewoon gemodelleerd is naar de fucking Jack Torrance van The Shining. Die gast is echt freak. Ik zit net midden in zo'n feature over alle beste. Even special aan het schrijven voor puur over alle de tofste characters uit de Resident Evil serie. En dat is echt wel een eng gedeelte. Als Jack Baker voor het eerst achter je aan zit. Gewoon die rent door het huis heen en die knalt op een gegeven moment door de muur. Ja, door die muur. Dat is niet normaal. Ja, dat is niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, dat weet ik ook nog inderdaad. Ja. En later zit hij nog, pakt hij je beet in die auto en zo. Hij is sowieso de grootste freak uit die hele serie. Seriemoordenaar. Eigenlijk best wel een aardige gast, maar goed. hij is door de mold. Hè? Is de mold. Het is niet zijn schuld, het is de mold's schuld. Okay. Maar misschien moet ik Village maar... jij moet even bij me langskomen, maar ik mag niet met mijn bril. Nee. Ik was niet met mijn bril op in zijn VR-bril. Hoezo niet? Omdat je de kans op krassen is te groot. Oké. Okay. Ja. Dus nee. We nemen de bril van hiermee. Oh, die mag wel. Ja, dat is niet bij mijn bril. Kan mij het schelen. Ja. Oh. Fik ze weer niet meer bij zo. Wij weer de bril kwijt. Ja. Goed. Hebben jullie 1 april overleefd? Echt verdomd weinig meegekregen. Zo'n stomme traditie. Ja. Ja. Is lomp. Ik vind het ook onwijs. Ik vind het misschien wel... Ik vind het kut deluxe. Ja. Maar wij doen er ook echt nooit aan. Nee, omdat het kut deluxe is. Ja, het is super kut. Wat was er weer met GTA 6? Ik heb er wel eens over naast te denken om bijvoorbeeld dan een nachtwacht te maken met alleen maar bullshit erin. Maar dat is toch... Dat verlies je ook je hele betrouwbaarheid mee. Je hele geloofwaardigheid ga je ermee door het raam gooien. Het is ook gewoon flauw of zo. Ja, maar het is de laatste paar jaren zijn het meer marketingcampagnes dan het echt goede grappen zijn. Ja, ik vind dat Google doet het soms nog wel eens leuk dat ze de Google Maps veranderen in Pokémon kaarten. Dat vind ik leuk. Dat is ook grappig. Ja. Maar Als ze echt toffe dingen gaan aankondigen die niet waar zijn, dan denk ik, je wordt gewoon op verkeerd been gezet. En ze doen het ook steeds eerder, van haha, dat was een 1 april grap. En dan wordt 30 maart al. Ja. En dan wordt er echt iets aangekondigd, dan weet je niet meer of het nou echt is of niet. Het is een beetje dit is een hele slechte brug, naar de ROG Ally. Die werd op 1 april aangekondigd. Dat is de nieuwe handheld van Asus. Ja. En die handheld gaming PC ziet er best dope uit. Zeker. Maar ik zat te kijken van, is het nou grap? Is het nou for real? Ja, dat is helemaal kut. Maar het was dus ook echt. Ja, het is for real, ja. Ja, ding, een soort van tegenhanger van de Steam Deck. Ja. Het draait AMD, Windows 11 en heeft een 120 hertz scherm. Ja. Wat? Rip accu, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Die gaat er binnen 10 minuten leeg zijn. Ja. Maar is dat al iets over bekend? Maar die accu duurt niet, zeg maar. Nee, dat gaan ze allemaal nog bekendmaken. Maar ik denk dat we... Slechte nieuws als laatst. Ja, precies. Maar dit is wel iets dat we denk ik meer gaan zien de komende periode. Want ze hebben natuurlijk allemaal gekeken naar de Steam Deck. Maar de grap is wel een beetje dat... Weet je, er zijn al zoveel Steam Decks. Ja, er zijn heel superveel van maar dit echt heel veel. En Valve die heeft het een soort van populair gemaakt nu. Ja. Ja. En dus vallen nu ineens de anderen ook op. Ja. Maar deze dingen bestaan al super lang. Precies, er zijn echt heel veel. De laatste lijst van 30 van dit soort dingen. Ja. Dat ik dacht van,
Wat? Maar die kunnen echt moeilijk meer dan 1000 exemplaren per stuk verkocht zijn. Ik kan me niet voorstellen dat, ja, als wij dit al niet weten. Je hebt heel veel soort van goedkope Chinese troep. Ja, maar je hebt een hoop is bende. Ja. Maar er zijn er echt wel een aantal die hetzelfde doen als Steam Deck, zo'n beetje. Ja. Ja. Vaak goedkoper zijn. Mm-hmm. Ja. Maar niemand weet dat. Want iedereen die denkt, Steam Deck die doet dit als eerste. Ja. Maar dat is zeker niet het geval natuurlijk. Nee, maar ik denk dat we dit soort dingen wel meer gaan zien. Razer heeft natuurlijk ook zo'n soort van streaming device. Ja. Logitech heeft ook een streaming. Het is wel tof dat Valve hier nu echt succes mee heeft. Want dat opent wel deuren inderdaad voor de rest. Ja, dus dat klopt wel. Ja. Maar ik denk wat we wel meer gezien, dit soort laptop boeren, zoals de MSI en Asus, die gaan nu ook met dit soort dingen komen. Ja, zou heel goed kunnen. Ja. En dus, ik denk alleen maar goed nieuws voor ons. Ja. Zeker, sowieso concurrentie is goed natuurlijk. Ja. Dus absoluut. Ja. Dat is leuk. Zeker. Wat zijn jullie een beetje aan het spelen? Oh man, ik ben echt alleen maar VR aan het spelen. Ja. Ja. Ik ben echt heel veel VR aan het spelen. Ja. Jongen. Echt heel veel. Je vertelde al over... Sowieso. Bijna elke dag doen we dat. Een vriend van me die heeft er ook eentje. Ja. En dan zijn we multiplayer Synth Riders aan het spelen met z'n tweeën. Wat? Synth Riders? Ja. Ken je? Ja. Of niet? Ja, ja. Ja, precies. En dat zijn we in multiplayer aan het doen. Dus dan staan we naast elkaar. Ik heb een virtuele vriend naast me staan. En die zit hilarisch. Virtuele vrienden zijn de beste vrienden. Zeker. Zeker. Maar ja, dus dat ben ik elke dag wel een uur aan het doen. En het zweet gutst van mijn kop af echt. Het is niet normaal. Ik zal ook eerlijk zeggen dat hij doet het korter dan ik. Maar hij is eigenlijk beter dan ik. Maar wacht, leg dan even uit wat Synth Riders is. Oh, sorry. Ja. Voor de mensen die het niet weten. Synth Riders lijkt heel erg op Beat Saber. Yeah. Maar in plaats van dat er blokjes op je afkomen en dat jij zwaarden in je hand hebt waarmee, of lightsabers, waarmee die blokjes door slasht, zijn er bolletjes die op je afkomen en jij hebt twee bollen ook in je hand. En je hoeft ze alleen maar aan te tikken op de juiste plek. En eigenlijk het grote verschil tussen Beat Saber en Synth Riders is dat in Synth Riders ben je meer aan het dansen dan in Beat Saber. En sterker nog, hoe meer jij meegaat bewegen met de muziek, hoe makkelijker het gaat. Want die bolletjes die komen allemaal op logische plekken. Maar als jij gewoon stil gaat staan en een beetje met je armen zwaaien, dan krijg je niet echt die connectie of zo. Mm-hmm. Maar als je echt een beetje meeswingt, dan het gaat zo goed op de maat allemaal, dat je echt het idee krijgt dat jij die muziek aan het maken bent. En dat is heel vet. Als je een beetje muzikaal bent, dan is dat heel cool. Een beetje ritmegevoel hebt. Een beetje ritmegevoel is dat heel erg leuk. Dat vooral bij jou misschien, het ritmegevoel. Ik heb wel ritmegevoel, maar ik heb niet echt dansmoves of zo. dat zeker niet. Ik heb jij nog nooit zien dansen. Nee, maar we hebben ook niet echt dansfeestjes. Nee, dat is niet alsof. Ik zit echt te denken van waar hebben wij überhaupt kunnen dansen met z'n allen. Ja, we zijn wel eens naar feestjes geweest op E3 en dat soort dingen. Ja, maar daar danste er letterlijk niemand. Jawel, ik heb de Ubisoft-feestjes gaan iedereen wel toet. Oh ja, maar daar ben ik nog geweest. Ja, maar wij zijn toen in die discotheek geweest. Welk feest was dat? Van Warhammer? Warhammer? Nee, dat was Wargaming. Ja, whatever. Warhammer. Oh ja, dat was Wargaming. Heb je gedanst? Ja, toen heb ik een klein dansje gedaan, hoor. Ja, zeker. Toen heb ik ook wel een dansje gedaan. Ja. Maar toen had ik ook veel te veel... Jeetje, Mina. Ja. Maar goed. Had er iemand alcohol in je drank? Over de E3 gesproken? Zoiets, ja. Nee, laten we niet die... Ja, over de E3. Ja, E3, het is voorbij, jongens. Ja. Ik had het al sinds... Tenminste, dit klinkt heel erg van... Hij told je zo, maar... In 2008 ben ik samen met JJ... Met z'n tweeën zijn we naar de E3 geweest. Omdat dat toen een hele uitgeklede versie was... In de Santa Monica... Hallen ergens of zo. En niet eens meer in de LA Convention Center. En toen dacht ik al van... Ja, dat hele E3 is een aflopende zaak. En dat, maar dus vervolgens eigenlijk ging het nog 15 jaar door. Ging het nog echt 15 jaar door of zo. Ja. Dus op zich is dat een good run geweest. Zeker. Want toen was het echt al zo van... Nou, de E3 gaat nooit meer hetzelfde zijn. En dus eigenlijk hebben we nog wel even mooi... En dat komt natuurlijk ook omdat ze tickets hebben verkocht op een gegeven moment. En gewoon het gepurple mag ook naar binnen. Yep. Dus daar hebben ze nog even een levensduur mee gerekt. Maar eigenlijk ben ik er stiekem wel van uitgegaan in 2020... Dat ik nooit meer naar een E3 zou gaan. Dus ergens, ik heb me al 3 jaar een beetje lopen verzachten met die gedachten. Maar uiteindelijk nog steeds kut en good memories en leuke dingen. We hebben echt wel een beetje de topjaren meegemaakt. Maar iemand als Cody bijvoorbeeld, die niet. Die pist net naast de boot. Ja, ja, dat is echt heel zuur. En Jacco heeft nog net één of twee mee kunnen pikken, gelukkig. Maar tragisch, want het was een fucking cool event. Was je beste herinnering aan een E3? Een momentje. Ja, dat is wel... Ik denk nog steeds aan de allereerste keer in 2006 dat ik daar... dat ik met Maarten daar binnenkwam en we gingen tapijt voelen. En we hadden zoiets van, wow, al die bright lights en al dat lawaai. En wow, we zijn er echt...
dat is nog steeds wel een van mijn warmste herinneringen. Meteen de eerste herinnering eraan. Maar voor de rest, ja, gewoon in die villa rondhangen en onze pleuris werken. En niet eens zo heel veel feestjes uiteindelijk. Hè? Daar ging het ook eigenlijk niet om. Ik ging gewoon die presentaties... Ik heb wel de feestjes wel altijd goed in me opgenomen. Ja, vooral in mijn, in mijn GameKings tijd. Ik ging dan samen, ik was dan met Jelle. En wij deden om en om de editing, zeg maar. Dan zat je gewoon tot 's ochtends vroeg dat het zonnetje opkwam, zat je te monteren. Ik weet nog wel, de eerste periode namen we nog op tape. Mm. Dus moest je ook in real time moest je eerst nog die bandjes Holy inladen. Shit. Dus als je de hele dag had gedraaid, dan was je dus 8 uur lang was je aan het inladen. En moest je nog gaan monteren. En dat was echt een drama, jongen. Dan moest je 3 keer exporteren, want ik was toen items aan het maken voor de TMF-website. Mm. En dan had je nog moest je in 256 kb, 512 kb, de verschillende formaten moest je nog uploaden. Wow. Dat was een drama. Ik liep ook met een gear te sjouwen, weet je, ziek van. Gigantische laptops met inlaatstation. Anyway, maar dan gingen we, deden we dus om en om. En dus had je die avond geen diensten, ging je er wel even goed vanaf. En vooral de Ubisoft-feestjes waren altijd wel waren mooi. Uiteindelijk heb ik... Ja, de Ubisoft-feestjes was ik sowieso nooit voor uitgenodigd. Dat heb ik echt nog nooit geweest. Oh. Geen enkele fucking keer. Nee, ik ook niet, maar ik sneakte altijd naar binnen. Oh, oké. Okay. Ja. Dat was ook ik mooi. Was nog, ik ben nooit uitgenodigd, maar ik sneakte altijd Maar je was er elke keer weer. Ja. En daar kwamen andere mensen die Shall Not Be Named kwamen er altijd heel blij van terug. Leuk. Maar die wargaming staat nog goed bij. En inderdaad. Ja. Maar je had Microsoft bijvoorbeeld altijd van die redelijk saaie... er waren borreltjes meer. Hè? Borreltjes inderdaad. Precies. En dan had je die eindborrel van Microsoft. Nou, dat was dan voor door de Nederlandse mensen georganiseerd. Nintendo deed altijd een soort van dakfeestje. Oh ja, dat was ook wel altijd wel leuk. Heb ik Jurjen nog een keer in het zwembad zien springen? Dat klopt. Dat ook tussen wel de bad-eentjes. Nice. Ja. Maar uiteindelijk heb ik heel weinig bekaterd over die beurs. Want ik wilde gewoon geen kater hebben op die beurs. Ik wilde gewoon die presentatie vond ik gewoon super leuk. En soms viel ik wel in slaap. En dat was echt de beste manier om slaap te vallen ever. Gewoon, terwijl iemand lekker aan het leuteren is over games. Liggen, heerlijk weg te dutten, ja. Maar uiteindelijk, ik ging gewoon het hardst op die presentaties. En over ontwikkelaars ontzettend nerdy zien gaan over wat ze gemaakt hebben en waar ze de laatste paar jaar van hun leven aan ingepompt hebben. En en gewoon die behind closed doors dingen ging gewoon super goed op. Ja. Maar ja, het is niet eens de hele... Hij staat eromheen. Ik bedoel, LA vond ik de eerste paar jaar dat ik er naartoe ging best wel een kutstad. Totdat ik er een weekje langer bleef naar de E3 en toen heb ik het wel wat meer leren waarderen. Maar ja, ik ga die beurs het hardst missen. Die stad niet eens zo heel erg. En al die feestjes eromheen ook niet echt. Nee? Nee. Misschien dat dan wel het meest gewoon het dingen eromheen. Je bent gewoon sowieso met een hele groep mensen. Iedereen heeft dezelfde mindset. Ja, ja, iedereen wel, heeft een... Dat is wel. Is geïnteresseerd in videogames, laat ik het zo zeggen. Dat is heel leuk. Werkt in de videogames. Ja. Dus je komt altijd iedereen weer tegen. Je komt echt de mafste mensen kom je weer tegen. Ja. Je spreekt met mensen waarvan die je alleen soms op het scherm ziet en ineens je statief gaan dragen. Zo Ken Levine had ik een interview mee. Kom ik er ergens tegen op een gang. Zo, ik heb een interview met je. Oh, ik help je even met tillen. Ging je tillen. Ja, is leuk. Ja, ja en ik weet ook nog wel ook een keer een feestje. Het was nog ineens van een uitgever zelf, maar het was van Raf. Daarvoor zat hij bij die Belgen natuurlijk. Mm-hmm. En die had ons meegenomen naar een feestje in de tuin van de laatst levende Ramon. Erg midden op Hollywood Boulevard. Okay. En dan gingen we barbecuen en er stond echt de gitarist van Fear Factory. Allemaal Hollywood sterren stonden er ook bij. Maar in de garage waren ze ook een pornofilm aan het opnemen. Dat was zo'n gekke combinatie van dingen allemaal bij elkaar. Wat je echt alleen maar daar meemaakt. Dat is ook wel LA. Ja, dat is LA inderdaad. Ja, wij hebben ook een keertje zo'n feestje getrashed. Op het dak. Met zo'n zwembad ook. En daar stonden we ook echt van, wat doen we hier eigenlijk? Zijn we binnen gestikt? Was het tijdens de Oscars of zo? Was het een Oscarfeestje of zo? Nee, daar was ik bij. Ja, daar was jij ook bij. Nee, maar dat was leuk. Dit verhaal hebben we al 1000 keer verteld, volgens mij. We kwamen terug van de burgers. Umami. We gingen de burgertje schappen. En toen ging jij nog naar Neil Druckmann toe. Die zat naast ons. Ja, die heb ik nog even bedankt voor zo'n fantastisch fucking voor de laatste van ze. En toen zei hij van, dit is, hoe heet ze? Zijn opvolger. Die gaat, de hoofdnarratie van deel 2 doen. En ik zo, good luck.
Ja, dat was wel een cool avond, ja. En ja, toen gingen we naar een of ander... Nee, maar er was een rode loper première bezig van, ja. van een film. Ja. Baby Driver, volgens mij. Mm, zou kunnen, ja. Die film, want ook die acteur was daar. Ja. Dus we gingen daar even spieken, maar we hadden onze badges nog om. Dus we kwamen aanlopen bij die rode loper. Ja. En de security guy zei ineens, oh, jullie moeten die kant op. Ja. Dus we werden gewoon deze kant heen geduwd. Een lift in kwam erboven. Die kwamen ineens uit op een ID at Xbox feestje. Oh, zoiets was het, ja. Maar we gingen alleen even kijken bij die rode loper. We werden gewoon de kant op geduwd. Oh, ja. Toen stonden we daar, ja. Ja. Dat is ook wel Amerika voor je. Van, maar we stonden ook niet op de lijst. Er stond een dame voor met zo'n flapper. Van, sta je op de lijst? Van, nee, nu staat er niet op. Doorlopen maar. Ja, dat was ook wel... Ja, mooie dingen. De hele stad gaat in het teken van games. En inderdaad, ik zeg wel, die dingen eromheen vind ik niet boeiend. Maar dit, op de beurs zelf was ik altijd het hardst aan het gaan. Gewoon niet eten, superveel koffie. Gewoon rennen van afspraak naar afspraak. Ja. En lekker vol enthousiasme, schreeuwend zo'n stand-up tussendoor doen. En, ja. Op zich, meestal ging ik niet al te veel schrijven op de beurs zelf. Want dat was aan het begin wel trouwens. Toen was het echt insane. Maar op een gegeven moment, die previews voor in het blad, deed je altijd meestal daarna. En die lekkere frotte week daarna, weet je wel. Ja. En de sfeer eromheen was inderdaad wel fantastisch. Maar ik bedoel, meer die feestjes en zo, dat was... Ik deed die altijd in zo weinig mogelijk om te zorgen dat ik niet bekaterd op... Want ik had één keer, was ik bekaterd op de fucking beurs. Toen moest ik Resident Evil 7 in VR doen. Ja, dat is gevaarlijk. Ja, The Kitchen. En die was echt zo... Demo, ja, precies. En die was zo niet geoptimaliseerd nog. En ik heb toen echt de hele fucking dag ben ik fucked up geweest. En dan heb je hebt 3 dagen op die beurs of zo. Of 4 dagen? 3? 4? Wat was dat nou? Volgens mij was het 3 uiteindelijk, ja. En dan heb je 1 dag verneukt. Nou, toen dacht ik van, ik ga nooit meer 1 druppel fucking drinken. Ja. Behalve dan als we terug moeten. Want we kwamen ook altijd heel vroeg aan. Die vrijdag kwamen we meestal aan. Mm. En dan hadden we die fucking zaterdag nog de hele dag om, zeg maar... Shoppen. Dat was de shopdag. Ja. Hadden de Santa Monica Boulevard. En dan, meestal zondag kwamen dan de eerste presentaties. Waren persconferenties. Persconferenties, ja. En dan maandag was het on. Ja, en dan was Nintendo meestal. Je had zondag persconferentie, maandag, dinsdag persconferentie. Ja. Dinsdag, je had dan 's ochtends die Xbox persconferentie. En dan ging om 11 uur ging de beurs open. Of zo. Ja. Toen we weten nog dat we heel boos op EA waren, want die gingen een keer zaterdag hun fucking... Ja, oh, dat klopt, ja. Hey, dat gaat van mijn shop af. Maar toen stonden we ook echt een 3 uur lang in een baking sun te wachten op onze fucking kaartje. Dat is helemaal kut, ja. Ach ja. Maar de Microsoft persconferentie was ook altijd 9 uur 's ochtends. Ja. Dan moest je pleuris vroeg gaan rijden door de files van LA. Afgeladen daar. Altijd standaard net op tijd kom je binnen rollen. En dan is de Vanessa is altijd een soort van in paniek. Ja. Waar zijn ze? Ja, die staat bij de ingang inderdaad. En het was, meestal was het maar 10 minuten rijden of zo. Maar uiteindelijk werd dat 40 minuten rijden. Ja, en parkeren was kut ook daar. Jij had het valet parking daar. Oh ja, precies. Ja. Gewoon je auto voor de deur en je jieten en weglopen. Ja. Dat is wel het beste. Ja, dat is het beste. En op een gegeven moment kwam de Bethesda presentatie erbij. En die ook had altijd de meeste klapvee van alle presentaties. Ja. Want dan stond echt de eerste 15 rijen waren vol met... Elder Scrolls Online DLC. Maar die hadden wel een optreden van Blink-182. Oh, dat weet ik helemaal niet eens meer. Ja, de tweede keer dat ze persconferentie deden, hadden ze ineens dat. Hmm. Ja. En Sony met een kippenvel machines, die hadden gewoon blaasmachines op bepaalde momenten in de trailers werden die aangeslingerd. En dan kreeg je kippenvel en dacht je... Wow, ik vind deze trailer helemaal niet bijzonder. Wat is dit? En toen kwam ik erachter dat er van die blaasmachines onder je stoel stonden. Gewoon om je kippenvel te geven op het moment dat je kippenvel moest krijgen. En die gebruikten ze echt een paar keer per presentatie. Niet te vaak, want anders begint het op te vallen. Maar dat waren een soort van airco's. Kippenvelmachines. Kippenvel airco's hadden dat. Ik had vaak gewoon kippenvel tijdens die presentatie. Maar dat Maar dat werd een klein beetje meegeholpen door die... Maar als je zo kijkt, van wie heeft gewoon overal de beste persconferentie gegeven? Ja, op de E3? Ja. PlayStation. Sowieso. Ja, dat denk ik ook wel. Sowieso. Ja. Sowieso kwam ik die ene van The Last of Us Part 2, dat je echt letterlijk in die zaal terecht kwam. Gitaartje. Maar dat waren verschillende ruimtes. En op het einde kwam je in die zaal terecht waar Ellie en Dina met elkaar gezoend hadden. Zeg maar dat was ook het enige wat we nog gezien hadden van die game. Dat zij de beste zoen physics die we ooit gezien hadden. Ja. Klopt, ja. En ook nog een girl-on-girl ding. Dus dat was het helemaal een soort van extreem
bijzonder en voor het eerst. En ja, volgens mij kwamen we in 3 verschillende ruimtes. En die waren allemaal geïnspireerd op verschillende games. Het waren 4 games of zo, volgens mij. Ja. En het was heel vet. Einde was dus in die feestzaal van The Last of Us Part 2. En echt gewoon 1-op-1 nagemaakt. En kregen we die... ja, die gameplay volgens mij te zien. En ja, Sony was echt wel echt Sony heel goed. Die deed al iets. Volgens mij, ik kan me ook nog een hele soort van tentoonstelling van God of War herinneren. Ja. Dat ze met allemaal lichten en props. En dat was nog in die hele oude bioscoop op... Ja, of dat ze trailers hadden, maar dat er ineens, weet ik veel, gasten uit touwen naar beneden kwamen. Ja, precies. Ja. Dat je echt zegt van, what the fuck een heel koor erbij. Ja, precies. Ja. Het was echt een hele... Ja, dat was volgens mij God of War dat ze dat deden. Ja, het zou kunnen inderdaad. Ja, er vielen er allemaal opgehangen lijken. Zoiets inderdaad, ja. Dat was echt heel ja, ze hebben wel meer van dat soort dingen gedaan. Ja, dus ja, Sony wel. En Ubisoft had dan af en toe nog wel eens een verrassingje, maar meestal was dat een beetje... Ubisoft was altijd wel was het meest vrolijke. Ja, het was heel goede sfeer altijd, maar niet qua. Het was niet. Ze hadden volgens mij de Division was toen een keer spontaan zonder enige. Maar meestal werd hun shit altijd gespoild van tevoren. Ja. En op een gegeven moment hadden ze zo'n één keer zo'n hele grote verrassing en toen verwachten we elk jaar zo'n verrassing, maar dat kwam nooit meer eigenlijk. En Bethesda is dus van het klapvee. Nintendo altijd gewoon solid, altijd wel leuk. Wel heel awkward. Op een gegeven moment hadden ze 3DS of zo. Ja. Dat er allemaal vrouwen de zaal in kwamen lopen. Die zaten dan aan touwtjes. Hadden ze die 3DS, volgens mij was het. En dan stond je daarnaast in de ja. Maar je stond echt letterlijk zo voor iemand. Zo'n stukje van dat spelen. En, sorry. Ik wil niet in je décolleté kijken, maar het kan niet anders. Dat ding hangt zo laag. Dat is super awkward. Dan had je nog... EA, en dat was gewoon een trailerparade. Dat was nooit echt. Dat was gewoon even warm lopen. Het was ook meestal een van de eerste. Een van de eerste was dat altijd. Ja. Het was even warm lopen en dan werd je vol geblaft met trailers en vet veel lawaai en boom. Power veel geluidjes. Oh, Nintendo was trouwens altijd de laatste. Die openen altijd. Die hadden uur voor de opening van de beurs deden ze hem altijd. Ja, precies. Mm. Ja, dan kon je zelf vanuit Nintendo meteen doorlopen. Oh ja. Dat was het, ja. Jezus. Goeie herinnering hoor. Nou, zeker. En die hadden ook heel lang hadden ze die echt in de Kodak Theater, waar ook de Oscars gehouden werden. Dat was ook altijd wel een dingetje, want dat was echt een fucking majestueuze zaal. Ik denk nog dat de eerste keer zijn we de sneaky binnengekomen, zeg maar. Dat was ook een van onze eerste opdrachten in 2006 om persconferenties binnen te komen. Ja, we zijn echt op zoveel plekken binnengesneakt, dat is niet normaal. Ja. Ja, leuk. Ja, good times. Memories. We kunnen er een boek over schrijven. Absoluut. Ja. Godzie dikkie. Maar wat ben jij aan het spelen, Wouter? Nou, ik heb eigenlijk inmiddels al zo'n 20 uur in Hogwarts Legacy gestoken. Zoals ik al eerder naar allude. Vind ik eigenlijk best wel leuk. Het is een beetje een light RPG. Ik heb hem op de allermoeilijkste moeilijkheidsgraad staan, zodat hij nog wel een beetje een uitdaging is. En ik moet zeggen, het is ook best wel een uitdaging op de hoogste moeilijkheidsgraad. Ja. Helemaal als je tegen een level 30 spin gaat vechten terwijl je zelf level 20 bent, dan dat is best wel pittig. En die battle arenas zijn ook nog best wel lastig. Ik vind het verhaal niet super boeiend. Ik heb echt niet eens een clue wat er fucking gaande is. Iets met oude magie of zo en lui van vroeger. Ik vind het vooral... Nou, ik heb dus net of een tijdje geleden geleerd om op een bezemsteel rond te vliegen. Dat vind ik wel leuk. Ja. Dus bij je wordt die wereld ook een stuk toegankelijker. En dan kun je overal naartoe. En zoveel... Het is eigenlijk meer een open wereld game dan een RPG. De RPG-elementen zijn redelijk licht. En je hebt wel echt zo'n map met allemaal van die dingetjes. En elke keer als je... een doel hebt, denk je... Oh, wat is dat? En, wat is je wordt dat? Constant dat afgeleid. Inderdaad, ja, precies. Vliegende pagina's en van die ondergrondse kerkers en weet ik veel. En natuurlijk van die Merlin Trials, waarvan ik nog steeds niet weet waarom ik ze doe, maar ik moet ze doen. Voor je inventory doe je ze. Ja, maar wat een bullshit toch? Die heb je nodig. Ja. En ik heb net mijn room of requirement en die kun je dan helemaal zelf indelen zoals je wil. En dat is ook wel grappig. Dus het heeft wel steeds nieuwe dingen die unlocken, waardoor je wel weer geïnteresseerd bent. Ik vind het eigenlijk best wel een leuke, mooie game. En ik irriteerde me aan het begin een beetje door de voice acting, maar eigenlijk is die
Eigenlijk is die helemaal niet zo slecht. Ik kom steeds vaker van die NPC's tegen die gewoon een kutquestje hebben. En dan denk ik van, ah, oké, dit is... In een Ubisoft-game was dit echt een volslagen idioot. Echt iemands neefje. En hier is dat gewoon een Brit... Assassin's Creed-stijl, inderdaad. Ja, precies. Hier is het gewoon een Brits sprekend normaal persoon. Of normaal. Ze doen altijd wel een beetje overdreven theatraal en zo. Maar ze hebben wel oprecht Britse accenten. In een Ubisoft-game hadden ze een van de Fransoos erin gestopt die een Brits accent nadoet. Dat je echt denkt van, oh my god, ja, please. Is verschrikkelijk. Ja. Stop it. Ja. Dus ik vermaak me daar best wel goed mee. En... waar ik nog even een reviewtje van in de pu heb gestopt deze maand. Want die zag ik langskomen en dat lijkt me wel bijzonder. Ken je Genital Jousting nog, ja, Martin? Zeker. Ik zie hem steeds voorbij komen op mijn Steam Deck. Ik heb ooit een keer die game gekocht, denk ik. Voor een leuke stream, dat op een gegeven moment niet meer mocht. Ja, volgens mij van Sinterklaas stream. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar die game is dus Steam Deck Verified. Dus als je door je Steam Deck library heen gaat, staat hij altijd groot bovenaan van... Ja, deze is Steam Deck Verified. Oh, great. Maar goed, ja, die ken ik. Ja, die ontwikkelaar... zijn we gefreezed? Beetje. Die ontwikkelaar, Free Lies heet hij. Die heeft best wel... Die heeft ook Broforce gemaakt, bijvoorbeeld. Die game is gruwelijk, man. Ja, dat zijn dus twee echt fucking coole games. En dan denk je van, nou, what will they do next? Dus Jonathan Jousting vind je ook een coole game? Nou, het is toch fucking grappig. Dat is gewoon een idioot. Het is je bent letterlijk... even voor duidelijkheid, het is een multiplayer game... dat je een penis bent. En je kunt er niks anders... Het is gewoon een penis. Ja, het is een piemel, ja. Met alles erop en eraan. Ja. Ja. En die moet je eigenlijk... En je hebt een anus als penis zijnde. En eigenlijk ben je bezig om jouw penis in iemands anus te stoppen. Dus. Yep. Dat is eigenlijk de gameplay. Yep. En het is echt verslagen idioot. Het zijn hele rubbery dicks, weet je wel. Ze flapperen lekker. Ja. Het is fucking hilarisch. Toen ik het voor de eerste zag, dacht ik, what? Dit was helemaal jouw game. Ja, de Peebles, ja, absoluut. Ja, it's totally my thing. En dus die Free Lives, die mensen, die hebben twee dus verslagen debiele games gemaakt. Broforce is een soort van side-scrolling actie. Ook heel erg, de actiefilms en actiehelden op de hak nemend. En maar al die America. Actiehelden zitten erin. Ja. B.A. Baracus van die A-team. Chuck Norris. Blade. En ze hebben allemaal andere powers. Dat is echt heel tof gedaan. Mm-hmm. Ja. Dus die ontwikkelaar, die hebben al twee volledig uiteenlopende games gemaakt. En die hebben nu ook een game gemaakt die heet Terra Nil. En dat is weer totaal iets anders. Dat is gewoon een strategy game. Waarin je de natuur, tenminste de aarde aan het teruggeven bent aan de natuur. Dus je hebt een soort van wasteland. En dan kom jij en dan zet je daar... irrigators neer, dan zet je daar windmolens neer en dan begin je langzamerhand het land weer vruchtbaar te maken. Dat is stap 1. Dus op een gegeven moment heb je overal gras en dat is super bevredigend, want het is allemaal lekkere geluidjes en heel relaxed muziekje en het is super ontspannen. En dan vervolgens ga je de natuur neerzetten. Dan heb je bepaalde opdrachten van wat voor natuurgebieden je moet maken. Dus bijvoorbeeld tundra of jungle. En al die dingen worden op verschillende manieren gemaakt. Dus jungle maak je een soort van enorme doeken, span je dan. En die kun je alleen maar op specifieke plekken neerzetten. En onder die doeken begint dan die jungle te groeien. Of een tundra zet je een apart apparaat op de irrigator. En dan ploep, verandert alles in een soort van... en dan uiteindelijk in de laatste fase moet je al je shit opruimen. Dus alle apparaten en machines, en dat zijn er superveel die je gebruikt hebt, die moet je zeg maar recyclen. Mm. Want dan is alles weer terug aan de natuur gegeven. En moet je ook gaan scannen voor de dieren. Want in die verschillende natuurgebieden zijn ook allemaal dieren hebben hun habitat gemaakt. En dan moet je die vinden. En die zijn dan op hele specifieke plekken. Dus een ijsbeer is bijvoorbeeld. Heb je zoveel tiles ijs nodig. En zoveel tiles in de buurt van prooi. En dan moet je gaan scannen met zo'n apparaat. En dan moet je er minstens 3 vinden of zo. En dan langzamerhand ga je al die shit. Al die apparaten. Al die irrigators. En weet ik veel. Windmolens. En al die dingen moet je... door middel van... op verschillende manieren kun je die allemaal opruimen. En dan vliegt je... een soort van...
enorme helikopter vliegt weg en dan is alles teruggegeven aan de natuur. En dan heb je zeg maar een wasteland omgetoverd tot een bruisend, levend natuurgebied. En het is in ieder geval super origineel. Ik moet even aan denken aan die comment van de week. Die zei van, het zijn allemaal remakes en weet ik wat. Ja, dit is super origineel. Dit is origineel. En het is ook een soort van hele milieubewuste boodschap zit erin. Zo van, weet je, natuur rules, wij zijn kut. En een van de laatste, latere levels. Het is ook niet een heel lang spel. Het is ook vrij. Het is echt een gigio van anderhalf of zo. En je kunt hem ook op je telefoon spelen. Wat ik ook best wel bijzonder vind. Want het is best wel. Niet heftige strategy, maar het gaat wel redelijk diep. En op een gegeven moment heb je ook echt een soort van. Je weet, er is ook geen context over wat er gebeurd is op die planeet. En of het is überhaupt niet aarde, maar het lijkt erop. En die laatste level is ook een soort van vervallen stad. Zo'n soort van post-apocalyptische city. Want je ziet nog wolkenkrabbers erin staan. En in die wolkenkrabbers kun je enorme bamboeplanten plaatsen. En daar moet je ook bepaalde beesten hebben die je ook nodig, die wolkenkrabbers. Dus je weet niet precies wat er aan de hand is, maar het is gewoon, en er is ook geen verhaal wordt er verteld, maar het is gewoon simpel. Je moet gewoon een zeg maar, eigenlijk post-apocalyptische planeet teruggeven aan de natuur. Dat is gewoon je taak. Pretty en, cool. En het is super ontspannen. Het is helemaal geen stresserige management game. Het enige beetje stress wat ik voelde, want op een gegeven moment, als je bossen wil plaatsen, dan moet je een soort van verbrande aarde heb je dan nodig. En verbrande units, hoe noem je het? Gebouwen, zeg maar. Dus een verbrande gebouw, daar kun je dan een soort van boom op plaatsen. En dan verspreidt het zich helemaal tot het bos. Maar daarvoor heb je solar panels nodig. En daar kun je je gebied mee in de fik steken. Dus via die solar panel steek je gewoon een stuk begroeiing in de fik. Maar als je niet uitkijkt, dan vlieg je hele map in de fik. Want dan gaat het hele vuur overal door. Dus dat was het enige stressmomentje dat ik dacht van, oh shit, mijn hele map in de fik. Alles is weg. Maar dan druk je gewoon op undo en dan is alles weer gefixt. Maar uiteindelijk het super relaxte geluiden, relaxed muziekje en no stress. En gewoon heel bevredigend. Alles wat je doet is op een bepaalde mate bevredigend. En je bent wel een beetje aan het puzzelen. En vooral de tweede keer, de tweede levels. Want je hebt hem vrij snel uitgespeeld binnen 10 uur. En dan heb je nieuwe levels die worden vrijgespeeld. En dan ga je voor de 100% om alle beesten te unlocken. En alle verschillende biomes en zelfs klimaat en temperatuur eisen zijn er. En dan kun je daarmee aan de slag gaan. En het is echt een enorm lekker spelletje. Ik vind het heel bijzonder dat die gasten van Broforce, Gentle Jousting, en dus ook Gorn, maar die was een beetje crappy dus. Ja, dat is een VR-game. Ja. Vind ik wel jammer, want anders hadden ze echt. Het is een leuke game, maar echt. Ik begrijp niet waarom het is uitgekomen op deze manier. Nee, dat is wel jammer. Het is een Zuid-Afrikaanse ontwikkelaar. En ik ben echt onder de indruk van hoe versatile, hoe afwisselend hun CV is, zeg maar. Het kan nog steeds. Het is wel leuk. Hoe bedoel je het dan? Dat soort uiteenlopende games, zeg maar, van een studio. Die echt nieuwe dingen probeert. En waarschijnlijk is het zijn er drie paardenkoppen en een hondenkop. Of hoe noem je dat? Hoe is dat die uitspraak? Wat? Een paardenkop en een zak aardappelen. Ja, precies. Aan mensen, weet je. Okay. Maar wat een fijn spelletje. Echt een aanrader. Ik zou hem ook gewoon op mijn mobiel spelen. Is het alleen mobiel en PC nu? Ja. Oké, cool. En daar heb ik veel tijd aan besteed. En wat nog meer? Ja, Resident Evil. Qua stream zit ik daar helemaal in. Resident Evil 4. Ja. Ik heb hem uitgespeeld voor de review op hardcore. Daarna heb ik hem op standard nog een keer uitgespeeld om mijn inventory uit te breiden met alle geüpgrade wapens, zoveel mogelijk health dingen. Want ik wilde hem op professional spelen. En toen heb ik hem gestreamd. Maar toen kwam ik erachter van, ik wilde hem op professional streamen, op zeg maar de dag dat je voor het eerst mocht streamen, Resident Evil 4. Maar toen kwam ik erachter dat ik helemaal niet New Game Plus mocht streamen. Dus toen moest ik professional met een zielig handwapentje proberen. Oh, dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen, man. Dat is echt niet leuk. En de volgende dag, toen mocht ik wel, toen waren jullie op skitrip, toen mocht ik wel New Game Plus doen. Toen kwam ik hem met mijn fucking Striker Mega shotgun. Ja, ja. Poem, poem. Ja. Rocket launchers schieten op alles wat beweegt. Ja, precies. Nou, die had ik nog niet. Maar wel een sniper rifle. Dus die komt dat village gedeeld meteen aan het begin. En ik jaag iedereen fucking kogel door de kop. En, hoe cool trouwens dat je dat kan skippen.
Heb je dat een beetje? Ja, ik kan die bel schieten. Holy ja. shit, hoe ja, cool dat is wist dat? Ik dus ook niet. Ik heb het nu 4 keer gedaan, dat wist ik helemaal precies. Niet. Precies. Maar je hebt een sniper in New Game Plus. Ja. Of in ieder geval zo'n, hoe heet die andere ook weer? De Stingray. Ja, precies. Ja. En daarmee kan je gewoon die bel, zeg maar, achter elkaar. Maar je moet het ook echt achter elkaar doen. Ja, want anders doet Ada Wong doet het, right? Tenminste, in het origineel was het Ada Wong die dat deed. Oh, I'm not sure eigenlijk. Ja, die is hem constant aan het redden. Die hele game lang. Zonder Ada Wong was hij kansloos geweest. Ja, het is echt zo'n cool detail of zo dat het kan. Echt ja, dat is wel tof. Ja, ja. De game is sowieso fantastisch, man. Zeker. Fucking hell. Jij bent er ook achter, toch, inmiddels? Ja. Echt heel vet. Nice. Ja. Ben je wat leuks gespeeld? Ja, ik ben ook bezig met Resident Evil 4. Mm. En voor de rest nog steeds lekker aan het knallen in Apex, in Fortnite en dat soort dingen. Maar vooral nu, ik moet nog even ik vergeet de titel. Die remake van het begin van het jaar, Dead Space, ben ik nog aan het uitspelen. Oh ja. Die moest ik eigenlijk eerst uitspelen voordat ik aan Resident Evil 4 ging begonnen. Jezelf, van je eigen regels. Ja, moest van mezelf, maar dat is niet gelukt. Ik ben nu bezig met Resident Evil 4. Mm-hmm. Vind ik fantastisch. Ja. Genieten. En ik ben nog steeds lekker aan het knallen. Nice. Dus, hoe is Fortnite? Want ik heb sinds die laatste, hoe heet die laatste update ook alweer? Mega, ja, ik heb hem niet gespeeld. Dat is goed, man. De game is zo goed. Heel goed gebalanceerd. Maar het is ook een beetje het paradepaardje van Epic. Dus, het draait natuurlijk op de Unreal 5 engine. Ja. Dus de game ziet er al fantastisch uit. Ja. Mm-hmm. En ze tweaken de game gewoon de hele tijd. Elke dinsdag komt er een update. Dan maken ze de game gewoon weer beter. En een paar wapens die niet goed gebalanceerd zijn, halen ze er dan gewoon uit. Mm-hmm. En die balanceren ze dan weer goed, brengen ze weer terug. Maar ook die map updates zijn gewoon leuk. En het is alsof je steeds een andere game aan het spelen bent. Ja, het is heel cool. Doen ze heel tof. Ja, er valt natuurlijk genoeg te zeggen over die game. De samenwerkingen slaan helemaal nergens op. Maar het is echt popcultuur geworden. Als je als merk in die game zit, dan hoor je er gewoon een beetje bij. En er worden nu ook gewoon films worden gepromoot via Fortnite. Artiesten worden de wereld ingeslingerd via Fortnite. Ja, het is echt knap, man, dat ze dat hebben. Ik loop gewoon met een Alan Ripley rond uit Aliens en ik vind het fantastisch. Ja. I love it. En, en mijn vriendin is een xenomorph. Nice. Is gewoon, ik vind het niet een super fantastische game of zo. En ik ben niet zo heel erg van het winnen wat dat betreft. Dus dat moet wel je main motivatie zijn. Ja, dus Battle Royale. Ja, precies. Ja. Dus dat moet je, daarvoor speel ik niet. Daarvoor win ik niet graag genoeg. Maar ik kan het inmiddels wel waarderen. Ook helemaal sinds die laatste Next Gen update. Het ziet er echt zoveel beter uit. Ja, dat is mooi. Hè? En fun times have been had. Ja. Als we kijken naar de maand april. We zitten daar nu middenin. Ik gooi een paar titels jullie kant op. Je mag er eentje kiezen. Oké. Eentje komt hier. We hebben sowieso deze maand komt Meet Your Maker. Die zit gratis bij de PS Plus Essential ook. We hebben Raven's Watch zit eraan te komen. We hebben Total War Warhammer 3 Forge of the Chaos Dwarfs. We hebben Disney Speedstorm, Minecraft Legends. We hebben Horizon Forbidden West Burning Shores. We hebben Dead Island 2, Advance Wars 1 en 2 Reboot Camp. En laten we nog even de laatste Star Wars Jedi Survivor. Oh ja, dat lijkt me duidelijk. Horizon. Ja? Is echt geen moeilijke keuze voor me. Nee. Oké. Okay. Horizon, sowieso. Die DLC heeft zo fucking veel zin in. Ja, maar wat is precies de deal van die DLC? Want vorige keer was... Je moet hem wel uitgespeeld hebben, toch? Ja. Wat is zeg maar... Want LA. Vorige keer... Oh, right. Ja. Oké. Okay. Interesting. Ja, man. Maar LA is gewoon een platte stad. Dus daar is niks van over. Sure. Behalve het Hollywood zijn misschien. Die staat er. Ja, dat hebben we gezien in de trailer ook. Oké. Okay. Ja, voor mij eigenlijk zou ik willen zeggen Total Warhammer DLC. Want ik heb die laten reviewen door Raf, de laatste deel. En de vorige twee delen vond ik fantastisch, man. Daar heb ik zoveel tijd in gestopt. Maar ik had dit keer er gewoon niet de tijd. Dus die game ben ik een beetje aan het skippen. En dat doet me heel erg pijn in mijn hart. Maar goed. Dus dan ga ik voor toch Jedi Survivor. Ja. Ja. Niet Dead Island? Nee, dat vind ik echt geen reet. ik heb die preview gedaan. Omdat ik geen budget meer had om gratis in te huren. Dus dan maar zelf. Ja, precies. Dus ik kwam echt op het laatste moment binnen. En ik had iedereen was al... Ja, alles was al ingedeeld. Dus ik moest hem zelf maar doen. Ik vind het echt... nee, het is echt niet mijn ding. Niet jouw spelletje? Nee, ik vind het hele melee fight heb ik echt geen reet aan. Ik snap niet wat. Het is een beetje dat houterige vechten uit Skyrim. Ja. En daar hebben ze dan een game van gemaakt. maar dat is het misboeiende gedeelte van die hele fucking... En dat is ook zo'n beetje het enige. Het is heel lineair. Het is niet eens echt een RPG. Want qua
levelen qua upgrade en zo zit echt niet heel bijzonder in elkaar. En het probeert een soort van heel grappig te doen. Valt meestal. Voor het begin wel heel tof trouwens. De intro was heel, heel flashy en grappig. En de characters waar je uit kan kiezen zijn ook best wel tof. Maar nee, het doet mij helemaal heel weinig. Jij dan? Wat is jouw keuze? Ja, ik zit toch wel te gluren naar Dead Island hoor. Ja? Ja, ik vind dat wel leuk. Maar ik ben een beetje bang dat hij een beetje gedateerd is. Want je hebt natuurlijk ook die andere zombie open wereld game. Hoe heet je ook alweer? Dying Light? Dying Light, ja. Precies, dat zijn de oorspronkelijke makers van Dead Island. Die toen hun eigen franchise aan begonnen. En, ja. Dus ik ben een beetje bang dat die... Ja, maar ik weet het niet, man. Ik heb er wel zin in, Dead Island. Ook qua vibe, gewoon LA ook. Dus heb je die eerste gespeeld? Ja. Die vond je wel tof? Ja. Ja, dat vind je ook wel tof. Ja. Ja. Dat ga je echt heel vet. Maar gewoon een beetje survivalen tussen de zombies en ontdekken, wapens bij elkaar rapen en weer proberen een dag te overleven en van A naar B te komen. Ja, ik speel dat in VR in Saints and Sinners. Daar lijkt het heel erg op. Okay. En in VR is het echt fantastisch. Ja. Want inderdaad, je wordt opgejaagd door die gasten. Je hebt ook een dag en nacht cyclus. Mm-hmm. S'nachts is het heel moeilijk. Dus overdag moet je allemaal resources gaan vinden om die nacht te kunnen overleven. Ja, maar dat nou be. Dus waar met die andere Dying Light. Dat is Dying Light. Oh, dat is Dying Light. Ja, dat is echt Dying Light. Dead Island is meer gewoon een actie RPG. Beetje upgraden. Verschillende melee wapens. Beetje... craften. Alright. En soort van half grappig. En... Ja, precies. Dat weet ik wel. Super over de top, inderdaad. Ja. En nu heb je dus die zombies die dan echt allemaal verschillende lagen hebben. Dus je kunt ze echt... Het is ook een beetje alsof je patholoog anatoom aan het spelen bent. Weet je bent ze gewoon uit elkaar aan het trekken. Ja, dat kan in Saints and Sinners ook. Dat is crazy. Ja, goed. Door die preview ben ik er wel van overtuigd van... de gratis die gaat de review maar gewoon weer doen. Ik zeg, cut. Oh, we moeten door. Oh ja, we moeten door. Ja. Oh, jezus. Sluim af, Martin. Oh, ik wilde graag nog even een half uur doorgaan. ik eigenlijk ook, maar goed, het is Wouter dus niet mijn schuld dat ik hem nu vroeger af moet sluiten. Het is de schuld van Florian. Ja. Nee, het is eigenlijk mijn schuld, want ik moet straks nog streamen. Ja, het is Wouter's schuld. Ik had liefst nog even anderhalf uur vol zitten lullen. Ja, ik ook. Ik had allemaal nog onderwerp voor ik ook. Tijd. Ja. Leugens. Dit zijn leugens. Ik wilde ook, maar Wouter wil niet. Nee, oké, dit is mijn schuld. Het gaat van Martin's schuld naar Florian's schuld naar mijn schuld. Goed, de volgende powerpraat is dus... extra lang. En die is met Jacco. Die is met jullie, toch? Ron, ja. Dus die is 2,5 uur nu. 2,5 uur. Vet. Dat wordt spectaculair. Dat wil je niet missen. En dat mag je niet missen. Dus abonneer even op dit kanaal. Of waar je ook zit te kijken, zit te luisteren. En dan, tot volgende week. En, dat is wel een heel abrupt einde. Ja, ik moest hem afsluiten. Ik moest hem mee kunnen afsluiten. Ja, je kijkt op de... Oh ja, nee, het moet echt afsluiten. Ja, ik kijk op... Ik heb over 5 minuten het jeugdjournaal bezoek, jongens. Hey. Oh, nou ja, dan moeten we sowieso Precies, we moeten sowieso stoppen. Ja, precies. Ik moet nog even mijn haren kammen. Dus je wilde helemaal niet de anderhalf uur doorgaan? Dat het liefst wel. Ja, ik zit veel liever met jullie dan met het jeugdjournaal. Dat snap ik. Dat is ook wel. Dat is ook geen vergelijking natuurlijk. Nee. Oké, doei! Jeugdjournaal is wel het leukste journaal trouwens. Dat sowieso, ja. Sowieso. Dan als je toch een journaal moet kiezen, dan zou ik ook voor jeugdjournaal. Ja, dan zou ik ook het jeugdjournaal. Ja. Zeker. Ja. Moet ik nou stoppen? Ja. Okay. Doei. 5 minuten doorgaat tot het nergens kan. Ik kom wachten tot ze draaiend binnenkomen lopen. Dat is wel leuk, toch? Nee? Oké. Doeg.